Beste Chris, jij gaat de NVB verlaten, ik ga Triodos verlaten. Dat schept in ieder geval al een band. Als ik aan jou terugdenk de afgelopen 8 jaar en wat betreft onze samenwerking, dan zou ik het over je effectiviteit willen hebben. Daar heb ik veel van geleerd. Ik zou het hebben over je optimisme. En ik zou het willen hebben over jouw oog voor de maatschappelijke rol van banken. De manier waarop jij de vergaderingen hebben geleid was altijd uiterst effectief. Altijd to the point en dat is wat bestuurders van banken graag zien. Dus veel dank daarvoor, heb ik ook veel van geleerd. Ik ben ook erg onder de indruk hoe je dat met corona hebt gedaan. We zaten in Den Haag bij de ministers en we hebben daar heel goed samengewerkt onder jouw leiding. Ook voor een groot deel jouw verdiensten. En dan een ander thema, meer op sociale inclusiviteit. En dat heeft te maken met de schuldhulp. Ook zo'n thema waar jij hebt gezorgd dat het op de agenda komt van de sector. En dat is een goed teken van hoe banken maatschappelijker kunnen zijn. Zo heel veel dank voor die samenwerking. Dank voor wat ik heb kunnen leren van je. En ik hoop dat we elkaar kunnen blijven zien. Het allerbeste. Beste Chris, dank voor alles wat je gedaan hebt voor de Foreign Bank Association. In mijn tijd als chair van de FBA hebben wij regelmatig om tafel gezeten om te kijken hoe we elkaar konden helpen bij gezamenlijke dossiers. Hoe we eigenlijk de binnenlandse en de buitenlandse banken dichter tot elkaar konden brengen. En zoveel mogelijk gezamenlijk de agenda te drijven. Waarvoor alle dank. Andersom hebben we je ook zoveel mogelijk proberen te betrekken bij de activiteiten van de Foreign Bank Association. Voor de toekomst wens ik jou alle gezondheid, alle geluk en alle liefde toe. En let's stay in touch. Alle goed. Al het goede komt in drieën, dat geldt ook voor Chris. Chris gaat met pensioen vanuit de NVB, maar ik ken hem vooral als de man van economische zaken. Een ambtenaar die zijn hele leven bij één departement doorbrengt. Dat kom je niet vaak meer tegen. Chris is natuurlijk ook de netwerker puur sang. Ooit zag ik hem als onervaren receptieganger de ridderzaal doorkruisen. Een handje hier, een knikje daar, een babbeltje. En toch was hij na een kwartier alweer bij de uitgang. Bewonderend keek ik hem na. En tot slot Chris natuurlijk de man van de NVB. Die gestaag heeft verwerkt aan het verbeteren van het imago van de sector. Chris zelf wens ik natuurlijk vooral heel veel plezier in zijn volgende levensfase, het leven na pensioen. Beste Chris, jij en ik gaan terug tot ongeveer 2009, toen jij als topambtenaar bij het ministerie van Economische Zaken zat en ik als ambtenaar werkzaam was bij het ministerie van Financiën. En zoals je natuurlijk nog wel weet herinneren, er was altijd een vaste rolverdeling tussen Economische Zaken en Financiën. Economische Zaken was altijd van mening dat de kredietverlening met name aan het MKB een extra zetje nodig had. He, lobbyde daar 365 dagen per jaar voor. Financiën was altijd bezorgd dat de schatkist geld ging kosten en verzette zich daar meestal zo'n 364 dagen per jaar tegen. Ja, en die ene dag, dan was er toch meestal weer een nieuwe regeling opgetuigd die dan weer in de staatscourant kwam. Daarna zijn we natuurlijk beide verder gegaan in onze carrières. Ikzelf ben naar de Nederlandse Bank gegaan. Jij bent naar de Nederlandse Vereniging van Banken gegaan. Maar ik denk dat ik wel kan zeggen, ze hebben je niet makkelijk gemaakt. Dan liet je af en toe weer een plaatje zien dat toch het vertrouwen in de bankensector weer aan het groeien was. En boem, dan was daar weer zo'n incident. En dan was je vervolgens toch weer een aantal maanden bezig om wat scherven te rapen. Heel erg bedankt voor alles wat je hebt gedaan in je hele carrière, maar zeker ook als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Banken. En ik denk dat het veilig is om te stellen dat de NVB er door jouw komst beter voor staat dan dat hij er zonder jouw komst voor zou hebben gestaan. Dank je wel.